En zo ging dat. Familie, vrienden en kennissen stonden te wachten op de komst van Harrison, die aankwam in een bijzondere auto. De reden voor de verrassing is dat bij Harrison helaas vorig jaar januari botkanker is geconstateerd. Hij is met de chemobehandeling begonnen. Het duurde ongeveer 1 jaar en hij heeft ook een operatie gehad om een stuk van zijn been. Ze hebben het geamputeerd. Hij was klaar met de behandeling in februari van dit jaar. Maar helaas, na een paar maanden hebben ze weer kanker gevonden. Het was teruggevallen. Dus we waren heel teleurgesteld. Het is niet sterk genoeg woord. En hij is weer met zijn behandeling begonnen. Ik ben opgehaald in een Lamborghini Sian. En dan op de terugweg in een limousine. We zijn voor het Rocket League naar het PSV-stadion gegaan. Daar had ik een paar lessen gekregen van hun. En dan een paar potjes gespeeld. Mijn broertje was daar ook bij. En dan ging ik in de limousine naar het restaurant. Het heette Rentree. En daar had ik heel kleine dingetjes een beetje gemaakt. En zowel moeder als zoon hebben een fantastische dag gehad. Voor ons was het... Eerst moet ik zeggen, we waren een beetje zenuwachtig. Wij wisten natuurlijk wel wat er zal gebeuren. Maar we waren heel benieuwd. Maar het was geweldig om de glimlach op zijn gezicht te zien. Ik vond het super leuk, maar ik was heel moe daarna.